we zijn vandaag niet alleen moedertjesdag, maar het is ook mijn verjaardag. We zijn de laatste dag in Parijs. Vanavond rond 8 uur nemen we de Izzy terug. Dat betekent dat ik nu op mijn bed zit om mijn koffer te maken. En we zijn er al een keer geweest en ik ben niet zo goed kunst in het Louvre. We zitten even in een parkje niet ver van het Louvre. Als ik zeg trouwens wat, bedoel ik mijn zus en ik. Even over. Hallo, we zijn ondertussen al de volgende dag. Want het is 13 mei, we zijn iets na 12 uur 's nachts. We zitten nu op de trein naar Ypres, dus dat betekent dat onze laatste trein is voor vandaag. En we hebben die nog net gehad. Want het is ook de laatste trein vanuit station Kortrijk, of de eerste trein vanuit station Kortrijk. Dus we zien hoe dat gaat. De laatste en nog heel lange tijd. Mijn moedjes. En morgen of straks vertrek ik op Surprise Me!